Jacqueline kunnen helpen met het vinden van het prins op het witte paard? Over een uur weten we meer. Zullen liefde en hunkering tot een aardse symbiose samensmelten om tot hemelse hoogte te stijgen. Hier is uw showmaster, uw levenshunkeraar, Theo de Hunk van Gogh. Goedenavond, welkom bij de Hunkering. Het trouwste klapvee van Nederland kan ook goed gapen. We gaan zo kijken of ze kunnen applaudisseren. Peter-Jan Rens laat weten dat John de Mol geeft hem geen Prozac voor zijn programma, maar een buisje Vesparax om tot een nog flitsender finale te komen. Mag ik een bemoedigend applaus voor Peter-Jan Rens? Ik wil geen kinderen. Jacqueline! Fuck off! Jacqueline. Hallo. Kom eens even hier. Ja. Het moederschap is toch de kroon op het vrouw zijn, Jacqueline? Is dat zo? Waarom wil jij geen kinderen? Vind ik niet leuk. Nooit een steek in de baarmoeder gevoeld? Nu moet het komen. Nee, het is nog niet gebeurd. Het kan nog komen natuurlijk. Als nou de kandidaat van vanavond per se kinderen wil, wat dan? Dan heeft hij pech. Dan heeft hij pech gehad. Ja. Zo vijandig ben je eigenlijk al. Ja. Luister eens, jij verkeert vaak in contact met blind date lines, geloof ik, hè? Mm-hmm. Waarom doe je dat? Ja, je belt op en dan ga je babbelen met iemand, zo een wilde weg. Ja, vind ik leuk, spannend. Maar ga je dan seks bedrijven of wat gebeurt er dan? Nee, gewoon een praatje over van alles en nog wat. Een praatje over van alles en nog wat? Gewoon wat ik gedaan heb, wat ik ga doen. We zullen ons best doen vanavond, Jacqueline. Ja. Wil jij bij de glijbaan gaan staan, dan ga ik draaien. Ja. De vleesmachine. Heren, klaar! Je hebt ze voorbij zien komen. Zat er wat bij? Hoe is de eerste indruk? Nou, ik heb wel een paar leuke sokken voorbij zien komen. Wat waren de ergste sokken? Van wie? Nou, de ergste heb ik niet gezien eigenlijk. Maar wat waren de leukste dan, Jacqueline? Ja, met een stripfiguur of zo. Een stripfiguur? Wie had sokken met stripfiguur? Ja. De ober, laat maar zien. Kom maar even naar voren. Omhoog. Sokken. Je hebt jezelf gekocht. Deze meneer was heel erg tevreden met zichzelf. Hij kwam juichend uit de vleesmachine. Een soort woudreus. Hoe heet jij? Ik ben Frans. Frans, wat is je eerste indruk van Jacqueline?
Nou, ziet er goed uit. Ziet er goed uit. En verder, Frans? Leuk kopje. Kijk eens diep in haar ogen. Nobele ziel. Ja, niet slecht. Niet slecht. Oh, ik begin nu al te gapen. Wat vind jij van hem? Oh. Kan ermee door. Kan ermee door. Ja. Nou, gefeliciteerd, Frans. Je kan ermee door, ja. Het leven. Hij heeft een Olympische medaille, maar we weten niet of dat voor de gehandicapten spelen is of wat anders natuurlijk. Wat vind jij van een jongen die met een medaille opkomt? Ja, dat vind ik niet zo, maar ik vind vooral die pieper, of wat is het, daar hou ik niet van. Hij heeft een piepertje bij zich. Ja, zo'n buzzer, weet ik het. Ja, die van de pieper. Nee. Hij heeft vele vriendinnen die hem bellen, dus zodoende denk ja, ik. Ja, nee, dat is, nee. Nou ja. Hoe heet jij? Kane. Wat vind je Kane van haar? Ja, een beetje triest, weet je. Ze mag wel andere schoenen gaan kopen. Oké, okay. Kane, dankjewel. Ja. Jacqueline, hoe heet jij? Mike. Mike. Kijk naar hem. Jacqueline, wat vind je van Mike? Nou, een beetje broekie. Jacqueline, we gaan er wel heel snel doorheen op deze manier, hè? Een kritische blik. Gaat het in het echte leven ook zo met je? Broeken, broekjes, ja, ik kom altijd schoenen. De verkeerde mensen tegen. Je komt altijd de verkeerde mensen tegen. Ja. Dat heb ik nou ook. Een leuk hoofd en dan hebben ze verkeerde sokken aan. Heb ik mijn hele leven ook gehad, Jacqueline. Ik begrijp dat heel goed. Hallo, wie ben jij? Ik ben Christian. Christian. Ja. Nou, een beetje James Dean in de penalpauze misschien, maar toch... Deze jongen heeft een wollen handsopje aangedaan. Ja, dat is mooi spul, hè? Mooi spul, ja. Zie je, ze weet niet zo. Hoe heet je? Aaron. Aaron, wat vind je van Jacqueline? Ja, het kan er maar door, maar het is niet spatzuiver. Het is niet spatzuiver? Wat is er niet spatzuiver? Nou, ik had er wel een strak pakje verwacht, maar... Maar ze gaat zoals ze is, eerlijk. Ja, ik ben ook eerlijk. Goed, dankjewel. Ober. Je sokken waren goed, maar je schoenen verkeerd. Is zo'n vrouw te verdragen, want zo snerpt ze... Mijn schoenen lenen! Zo snerpt ze straks ook, hè, als je wakker wordt op een grijze zondagmorgen en het motregent. Je hebt verkeerde schoenen aan! Dat lijkt me heel vervelend. Of heb je er andere ideeën over? Ik vind het innerlijke belangrijker dan het uiterlijk. Innerlijk vind je belangrijker dan het uiterlijk. En is dat omdat je zelf niet gezegend hebt met het meest mooie uiterlijk dat je dat zegt? Of is er een andere reden voor? Nou... Ik vind dat jij er nou ook niet echt... Daarom zeg ik juist. Ja. Als wij samen in de spiegel kijken, is het net of het spookhuis in werking is getreden, begrijp je? Dus het is echt... Jacqueline, kan jij voor een lelijke man vallen, denk je? Nou, ik zou er niet in eerste instantie op vallen. Niet in eerste instantie op vallen? Nee. Het gaat om het innerlijk! Ja, dat weet ik! Het valt me ontzettend van je tegen. Ik dacht, we hebben eindelijk hier een kandidaat die de moeite neemt om naar het innerlijk van de mensen te kijken. Het enige wat je... Zo'n beetje, ja. Hoe heet jij? Ik ben Koos. 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 Kijk naar de ogen. Wat valt je op? Ze glimmen, ze stralen. Vrouwelijk meisje? Ja. Okay. Zou je verliefd kunnen worden op haar? Ja, denk ik wel, ja. Dat denk je van wel. Maar ze wil geen kinderen, Koos. Dan maar geen kinderen. Dan maar geen kinderen. Nou. Ja. Jacqueline. Ja. Wat vind je van Koos? Beetje klein, maar wel leuk. Beetje klein, maar wel leuk. Hij zegt de meest lieve dingen tegen je, dan zeg je dat toch niet meer? Ik zeg toch wel leuk? Nou. Ja, maar wel leuk. Het is net een communiqué van het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat de onderhandelingen stroef maar redelijk verlopen zijn. Dat is voor mij al enthousiast. We zijn even groot. Voor jou is dat wel heel enthousiast. Ja, maar ik vind het leuk. Maar ben je altijd zo te neder geslagen dat je je zo uitdrukt? Zo van, het is wel leuk, het is wel dit, het is wel dat. Ja, ik... Geen meisje van superlatieven, dacht ik, hè? Je moet het eerst allemaal maar zien. Je moet het eerst allemaal maar zien. Ja, maar jij gaat ervoor, hè? Ik ga ervoor, ja. Je bent ter plekke verliefd geworden. Helemaal. Maar god. Dat was leuk. Dankjewel, Koos. Hallo, ik ben Jaap. Je wordt er zo slaperig van, hè, van die mensen. Maar ja, goed, man. Luister. Je hebt er een hand gegeven. Was het een coole handdruk die je terugkreeg, of was het? Ja. Dat was... Ja! Ja, ja. Ja, dat was een goede handdruk. Nou, als jij dan ook even ja gaat zeggen, dan zijn we terug in het Koninkrijk der Apen. Dat is leuk. Doe dat eens even. Ja. Ja. Jij ook? Ja. Ja. Je vroeg ook zo laat.
Nou, hier hebben we een typische reservespeler met een shirtje aan. Ja. Hè? Mm-hmm. Hoe heet je? Servaas. Servaas. Ze wil geen kinderen, wat vind je daarvan? Ik wil ook geen kinderen, want ik heb een hekel aan kinderen. Jij hebt een hekel aan kinderen? Ja. Heb je ook een hekel aan kinderen? Nee, ik heb geen hekel, maar gewoon, nee, ik ben niet. Geen hekel. Je zou ze het liefst in de magnetron stoppen, of... Nee, ik weet niet. Je sigaret doof in een fontanel of zo, of wat is er met je aan de hand? Nou, ik vind zo'n foto leuker. Wat is het ergste wat een vrouw je kan aandoen, denk je, op een eerste nacht in een caravan? Slaan. Slaan. Een belangrijk moment is gekomen. Ja. Namelijk, jij gaat twee mannen uitkiezen met wie je straks verder gaat richting de caravan. En er moet nog een reserve worden gekozen. Zullen we eerst eens de reserve kiezen? Die op de bushalte verdwijnt, die we kunnen inruilen als het echt niet meer gaat met deze charmante Don Juans die hier voor ons staan. Okay. Moet je dat zo ook je zien zeggen? Jezus. Ik kies hem voor de reservebank. De keuze is aan jou, Jacqueline. Het kan je leven ingrijpend veranderen. Kies ik jou. Goed, nog eentje. En dan kies ik jou. Oké. Wij gaan Yin en Yang vragen om dit gezelschap naar de koelcel te brengen, want hun lijden is nog niet afgelopen. Verlies is ook een kunst, ik kan het niet helpen. Sorry. Jacqueline, ben je al dol enthousiast of... Kan